Afgelopen weekend kon je in het centrum van Utrecht opeens een paar bloemenmeisjes tegenkomen die rozen aan het uitdelen waren. Het ging ongeveer zo. Wilt u ook een roos? Ja, het. Oké, alsjeblieft. Nou, wij staan hier vandaag om de eerlijke handel van rozen te promoten. Okay. Want op dit moment komt 75% van onze rozen in Nederland komt uit Afrika. Ja. En ze worden onder hele slechte omstandigheden geproduceerd. En slechte arbeidsomstandigheden. En wij promoten voor meer eerlijke rozen. En we zouden jullie willen vragen om een petitie te ondertekenen voor meer eerlijke bloemen. Wat dacht u toen het bloemenmeisje op u afkwam? Nou, ik denk dat is leuk, bloemetjes. Jullie zien er ook zo gezellig uit. En het verhaal erachter? Ja, prima. Goede zaak. Dus u zet graag een handtekening? Absoluut. Ik zet heel graag een handtekening. Goed zo. Daar zijn we heel blij mee. Ja, en deze mevrouw tekende dus de petitie voor meer eerlijke rozen op de Nederlandse markt. Mijn naam is Anne Meijken en ik sprak met twee bloemenmeisjes. Nou, mijn naam is Sanne Kortweg en ik ben van Jong en Ver. Wij organiseren een masterclass over duurzame ontwikkeling. En wij staan hier vandaag om eerlijke bloemenhandel te promoten. Wat doen jullie zeg maar concreet om dat te veranderen? Nou, wij hebben op dit moment ook petitiekaartjes bij ons. Het zijn petitiekaartjes die mensen kunnen ondertekenen. En die worden met z'n allen gebundeld en aangeboden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Okay. Om zo meer aandacht te vragen voor eerlijke handel van bloemen. Ik ben Sophie Gunning, ik ben bestuurslid bij Jong en Ver. Okay. Ja, Jong en Ver, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, Jong en Ver is het jongerenplatform voor eerlijke handel. En daar zetten wij dan ons ook voor in. En wij organiseren eens per jaar een masterclass over duurzame ontwikkeling. En daar zijn we nu ook voor aan het promoten. Verder organiseren we ook één keer in de maand een kleine activiteit. Meestal in Utrecht, waar mensen ook gewoon naartoe kunnen komen. Wat dacht je?